lastig hè, zo'n laatste week voor de dag. We gaan het hebben over de belangrijkste training en dat is rusten. Eigenlijk met de beentje omhoog zorgen dat je kruid droog houdt voordat het kanonschot is gevallen. De belangrijkste training is namelijk pas afgelopen als je ervan bent hersteld. We gaan het hebben over de kunst van taperen. In zo'n laatste week kun je natuurlijk alleen maar te veel doen. En daarom zeg ik zelf ook altijd, doe nog maar 50% van wat je normaal doet. En varieer met 20% van je trainingen in marathonintensiteit. Zorg natuurlijk ook dat je een goed voedingsplan hebt voor die laatste 3 tot 5 dagen. Onthoud dan ook deze belangrijke tips. 1. Eet koolhydraatrijk, maar niet meer dan nodig is. En 2. Eet vezel, zuivel en ook vooral vetarm, om te zorgen dat het geen race wordt naar het chemisch toilet. En 3. Zorg ervoor, daar waar je de laatste tijd mee hebt getraind, dat je je voedingsplan in orde hebt. Ah, wedstrijdspanning. Iets wat zich vooral tussen de oren afspeelt. Maak je doel dan ook vooral wat kleiner. Ren van verzorgingspost naar verzorgingspost. Focus je op datgene waar je invloed op hebt, zoals je tempo. Zorg ervoor dat je de avond voor je tas al goed hebt ingepakt. Reis op tijd af naar de wedstrijd. Dat voorkomt een hele hoop stress. Geniet, lach en wees trots op jezelf dat jij aan de start staat van de Rotterdam Marathon.